We gaan door naar onze volgende gast. Goedenavond, mevrouw Ampersand. Hallo. Oh, wat een verrassing. Het is Gerard Spong. Ik zag daar juist wederom een afbeelding van mijn cliënt. Klopt dat? Uw cliënt? Ik ben de advocaat van Shaban B. En de heer B. ziet het opduiken van zijn trouwfoto in de media als een schending van zijn privacy. Van zijn wat? Zijn privacy. Zijn persoonlijke levenssfeer. Ja, ik verstond je wel, maar ik geloofde mijn oren niet. Een ontsnapte gek die scheid heeft aan onze regels beroept zich nu op zijn recht op privacy. Jazeker, mevrouw. En jij verdedigt zo'n klootzak? Zolang nog niet in hoger beroep is komen vast te staan dat cliënt daadwerkelijk een klootzak is, wijs ik hem op zijn rechten. Zo wat? Maar waarom moet u dat zo gretig doen? Ik neem nou eenmaal geen genoegen met die typisch Hollandse sesjescultuur. Je hebt dus een topcrimineel die trouwt en neukt in de gevangenis met een van zijn slachtoffers. Die maakt die meid zwanger en die krijgt vrij om de kinderkamer in te richten. Ontsnapt, wordt gezocht en gaat dan lopen janken dat ze foto uitlekt. Een pluim voor uw dossierkennis, mevrouw. Maar wat is precies uw punt? Punt? Dat is toch bizar? Dat kan toch alleen in Nederland? En dat maakt Nederland voor ons advocaten ook zo'n heerlijke speeltuin, mevrouw. Maar u hebt dus nog contact met deze man? Daar kan ik mij niet over uitlaten. Meneer Gisbalin, hij heeft gewoon nog contact met Shaban Baran. Hij heeft gewoon contact. En mijn cliënt laat weten dat hij geen Shaban Baran genoemd wil worden, maar toch echt Shaban B. Zeg, waar hangt die griezel uit, joh? Geen idee. Hij is gevlucht met een Turkse touroperator, dus hij kan overal gestrand zijn. Oh, dus die touroperator kan ook nog een claim verwachten. Ah, bedankt voor het meedenken. Daar maak ik even notitie van. Oh, en volgens de laatste berichten eist mijn cliënt in alle berichtgeving een balkje voor zijn ogen. Oh, oké. Zo goed? Hallo, wie zit daar nou toch achter die gordijnen, joh? Dat doet niet ter zake. Nou, wel als er een gek met een hondbalknuppel achter staat. Alle gesprekken die plaatsvinden tussen mij en de stoffering van mijn interieur vallen onder mijn beroepsgeheim. Ernst, doe nou toch wat, joh. Die paardenlul staat er achter het gordijn, hoor. Ik zal een en ander uitputtend in kaart laten brengen door een daartoe gemachtigde onderzoekscommissie. Prachtig, hoor. Dat is de daadkracht waar we allemaal op zitten te wachten, meneer Spong. Wij gaan weer verder. Dat is toch ongelooflijk, dit? Zeg, er zit iemand de hele tijd door mijn getwitter heen te tingelen. Ja, ik hoor ook zo'n windorgel. Sorry, ik denk dat ik dat ben. Ik sta hier nogal op de tocht en ik heb hier onder verder niks aan. Zodoende.